Ah, voor mij is het mooiste is gewoon de kick om de duiven thuis te zien komen. We hadden op een gegeven moment hadden we van Agen maar een keer eentje om 11:15 s'avonds. Nou, als je dan een duif zo in het donker op de pannen ziet vallen, ja, dat is genieten. Maar ik heb er nog twee kappeltjes. Die dof zijn handen aan elkaar toe. Ja, wij hebben het ook. Twee broers en ook. Het is Jan Groothoek met zijn zoon Joël. Kunnen jullie iets over jezelf vertellen? Hoe jullie met duiven zijn begonnen en over jezelf? Nou, ik ben vroeger. Mijn vader had eerst wat duiven. En toen ben ik als koffieur op een gegeven moment meegegaan. Ongeveer 6 jaar lang. En toen op een gegeven moment toen ben ik hier in Band gaan wonen. En toen ben ik dus op mezelf met duiven begonnen. Eerst was het allemaal op de Vitesse Midfond. En toen wij die kinderen kregen. Ik heb er 2, een dochter en een zoon. En toen ben ik overgeschakeld op de Vond. Want ik had toch te weinig tijd, zeg maar, om alles te spelen. Ik ben Johan Groothoek, zoon van Jan. Mijn hele leven lang hebben we al duiven, want ja, ik ben geboren toen hij al duif had natuurlijk. En ik woon nu op mezelf en ik ben van plan om volgend jaar met jonge duiven te beginnen. Wat vinden jullie het leukste aan de duivensport? Nou, ik vind het leukste als een duif weerkomt van de vlucht, op de manier waarop die weerkomt en dat die dan als één strip op de klep valt. Dat vind ik geweldig. Ja. Voor mij is het mooiste is gewoon de kick om de duiven thuis te zien komen. We hadden op een gegeven moment hadden we van Agen. Toen kwam er een keer eentje om 11:15 s'avonds. Nou, als je dan een duif zo in het donker op de pannen ziet vallen, ja, dat is genieten. Dus dat. Ja, adrenaline van. Ja, dat zijn echt hele mooie momenten. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Ja. Dat was niet wel. Zo'n duif die hangt er een hele dag in de lucht. En dan dat hij dan s'avonds om 10:30 dan valt. Ja. Dat is gewoon geweldig. Jazeker. Ja. Ja, klopt ja. Ook s'avonds laat. Ja, het hadden we 2. Zo. Ja, Jan de 2. Die filmt dan 2 minuten naar elkaar. Zo. Ja. Echt een nachtvlieger, hè? Ja, dat. Weet je, maar een keer met Agen viel die op de rem. Dus toen zagen we ineens aankomen, toen hoorden we zo plof. Oh ja. En ja. Toen zei hij, zal het een jonkie zijn of wat is dat? Nou, wij erheen rennen. Oh, het is van Agen. Ja. Dat is wel leuk. Dat is gewoon bizar. Wacht even, ik ga hem wel inpakken. We moeten deze allemaal naar, hoe heet dat? Bordeaux. Is dat zo? Wanneer is dat? Volgende week dinsdag. In deze afdeling. Daarna moeten we er, als het mee zit qua weer, dan gaan er alle jaarlingen naar beneden. Dat is 7:63 naar de 15 op het moment. Dit is de Nigel. Een fantastische kweker. Daar ben ik heel blij mee. Kinderen en kleinkinderen die spullen echt heel hard. Ja. Waarom heet hij Nigel? Jawel, genoemd naar zijn kameraad. Ja, ik had een goede vriend, die heet Nigel. En dat was in een beginperiode dat we namen moesten bedenken. Dus die heette toevallig Nigel. Nou, wat wel mooi is aan deze Nigel, is in 2019 hadden we 3 verschillende dochters. Die het verschrikkelijk goed deden. 2 daarvan die speelden op teletext. En eentje speelde de 14e NPO Orange. En dat waren dus 3 verschillende duiven die in 2019 zo hard vlogen. Dus
ja, ik vind dat zelf heel bijzonder dat als je elk jaar 80 jongen kweekt, dat er dan 3 verschillende duivinnen waren het allemaal, dus 3 dochters hieruit, dat die elke keer eerst op je hok zijn. Nou, en als je kijkt naar wat die allemaal heeft voortgebracht, dat is, ja, het is echt niet normaal. Een rechtstreekse dochter speelt ook nog een derde, wat was het, nationaal pauw toch? Internationaal pauw. Ja, een derde internationaal pauw. Ja, Lian, dat was de tweede asduif Marseille over 3 jaar. Ja. Ja, die 3 dochters, het is bizar. En ook de nazaten bij andere liefhebbers, die doen het echt heel goed. Dus ja, dit is onze beste kweekdoffer. Ja. Nou, dit is mijn kweekhok. De Nigel zit daar. Ik heb de Nigel nu gekoppeld tegen de snelle 15. Dan moet ik even kijken hoe ze bij jongen er allemaal uitkomen. En dat is de zoon van een blauwe hulk. En die heb ik weer gekoppeld tegen een dochter van de snelle 15. Dat is ook dat is een duif die pakte toen s'avonds 2 keer van Arem. 2 jaar achter elkaar viel die s'avonds om 10:30 en om 10:50. Dus die dan. Die het hinkeren. Ja. Dan blijf je raken. Deze die kwam allemaal zeg maar net allemaal bij je. Dus nou, dat is de zoon van de blauwe hulp. Dat is ook een fantastische doffer. Maar er moeten ook nog een paar koppels op eieren komen, dus ja. Beste blauwe hulk, die hebben een tweede NPO Limoges. Het tweede nationaal DAX, vierde nationaal Beschrijker. NPO Limoges, dus ja, we dachten die het moet al maken. Hij voelt heel goed aan. Ja.